Hallo iedereen, welkom weer op Best en vandaag een nieuw part van Let's Play Mario Kart 8. In de vorige hadden we de Schildcup gedaan en hier hadden we nog net gewonnen. Tot mijn verbazing, want we dachten dat we echt gingen verliezen in multiplayer modus. Oké, we gaan nu verder. Even een beetje tempo maken. Grand Prix. 100 cc. Roy. Ik ken Roy. Iedereen. Iedereen raad. Ik zeg gewoon soms dingen waar ik echt helemaal niet de betekenis van heb. Oh, ik had nog niet gekozen. Oh, eindelijk een voertuig. Sprinter 2. Even kijken, wat heeft hij? Veel snelheid. Maar dat boeit me even niet. Ik wil deze. Ik wil even weten wat de acceleratie is. Ik wil even eentje met veel acceleratie. Die had je net gehad. Deze. Dus was het gewoon een andere. Het minste acceleratie. Nou, ik ga gewoon weer mijn oude vertrouwen doen. Oké, dan gaan we nu de Flower Cup doen. Klaar voor de start? Nee. Oh, oké. Ik heb niet eens keuze eigenlijk. We moeten op oké klikken. We konden op B klikken. En zegt het dan, nou, en dan zitten we van. Nou, we moeten van. Oké. Wat is de eerste? Nee. Oh, kijk eens. Ik vind deze eigenlijk helemaal niet leuk. Tot nu toe. Wow, wee missen. Nee, laat nu zien. Dit is de baan, een soort van achtje. Wel geniaal, maar ook een beetje van wauw, ja. Ik ga nu eindelijk eens een keer naar het beeld kijken. Ik weet niet of dat slim is. Nee, nou, het zal wel. Nee, ik bedoel naar het tv. Ja, dat weet ik. Dat bedoel ik dus, want het is laag kwaliteit en je ziet er. Oké, dat was onzin wat ik net zei. Ik heb het item voor me gepakt. Wat heb je? Interessant. Wat heb jij? Oh, ik had helemaal niks, want je hebt mijn item net voor me gepakt, zei ik. Zo, boom. Kreeg je ook een boost of kreeg je juist minder? Ja, ik had net zo'n geel ding drift. Maar toen had je bijvoorbeeld. En het was het rondje alweer, beste kijkers. Best kort, ha! Naar mijn mening. Kom. Dit is ook trouwens een van de ballonmodus racen, toch? Ja. Ja, ik weet het. Ik ging races. Ja, ik ging er tegenin. Dan is de baan eigenlijk best wel lelijk. Oh nee, sneller. Laat maar. Oké, daar gaan we. Coin. Net als daarnet. Wat heb jij? Klaxon. Is die nieuw of had je die al? Want ik hoorde geen item gerinkel. Geen idee. Ja, geen idee. Ik weet hoe dan. Volgens mij vanaf de start van lap 2. Oh, dan heb je hem niet net gepakt. Nee. Joost, die jongens die gaan van plek wisselen. Irritant. Zelf het draaien en. Wow, yeah. Kijk even op de map. Als je op zo'n rechte lijn bent, dan kun je even kijken. Staan de mensen dichtbij ons? Of zie je? Ik heb net. Ja, nee. Voor jou nee. Voor mij nee. Lang niet. We beginnen een beetje aan 100 cc gewend te raken. Of zijn het gewoon de eerste races? Wat denk jij? Ja, dat kun jij moeilijk zeggen. Oké. Je bent er bijna. Klaxon tegen die Goomba's. Ja! Boom. Eigenlijk zou ik gewoon leuk vinden om die Klaxon een force field te noemen. Want dit is helaas een beetje. Een force field? Ah, het kan wel, het klopt ook wel een beetje. Alleen moet je hem wel. Het werkt maar een seconde. Dat noem ik geen force field. Krachtwerk, maar. Het is een bijzonder zwakke, want eigenlijk is hij helemaal niet zwak.
Je krijgt gewoon te laat een waarschuwing, waardoor je bijna niet meer de tijd hebt om te activeren. En dit is waar ik weer slecht in ben, in zo'n startboost krijgen. Kijk, Baby die is altijd sneller dan ik. Heb je het gisteren getraind met Daniel? Heel verschrikkelijk. Oké. Okay. Nee, niet speciaal zo, maar... Ja, oké. Okay. Maar... Oké. Okay. Wow. Vandaal. Ah, ik ben ik loop achter. Echt, die items respawnen trouwens wel veel sneller. Ja, echt veel sneller. Veel sneller. Echt nog eens... Nou, wel iets, maar ongeveer een minuutje... Een seconde wilde ik zeggen, een seconde later. Het valt echt heel erg mee. Normaal duurt het altijd zie iets van 10 seconden. Ja. Ah, goed. Wow. Pietje was gewoon even agressief. Die gaan me gewoon aanvallen. Zo. Ik ben derde, ben je eerste? Ja. Netjes. Oh, die bliksem komt natuurlijk niet van jou. Ja. Dat leek me onlogisch. Als het van mij komt, dan raakt niemand echt gewond. Hoezo niet? Want iedereen die achter je staat, die wordt niet geraakt. Niet? Niet. Ik dacht dat het alleen bij de bloeper was. Maar dat geldt. Ik ben tweede, heerlijk. Ik heb geen item helaas. Ik kleksen weer. Kleksen. Oh, nee. Nee. Ik ga nooit de muur op. Vind ik. Ik vlieg er altijd uit de bocht. Dit is de eerste keer. Nee. Het neemt al niet zoveel tijd in meer, maar ik vind dat nog irritant. Want hoe hoger we CC gaan, hoe ja, erger het eigenlijk is als je uit de bocht vliegt. Oké, okay. Weer rode schild en kleksen. Dit gaat wel lukken, denk ik. Trouwens, als een van ons elke keer opnieuw eerste wordt, dan krijgen we zo'n 3 sterren bij een cup. Dat hebben we nooit echt geprobeerd te halen. Maar dat merkte ik toen we de bananencup van 50 cc, dat jij elke keer opnieuw de eerste was. Dat was de enige cup waarbij we 3 sterren hadden. Dus zullen we doen dat we op proberen dat een van ons telkens de eerste wordt? Ja, oké. Okay. Ja, dan probeer je eigenlijk de hele tijd, hè? Ja, dat lukt mij niet. Ik wil echt dat jij het wordt. Misschien is deze motor niet iets voor jou, want sinds je deze hebt, dan ga je een beetje afgetreden krijgen. Kan het zijn? Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, ja. Oké. Okay. Ik ben er bijna. Wow! Zag je dat? Ik zag het niet, ik let op mezelf. Ik had met zo'n kleksen, had ik er zo'n hele trein opgedeeld. Netjes. Ojo, zesde. Het is gebeurd. Ben je zo geraakt en dat je in een achterstand. Ja, de hele tijd. Wat mij net overkwam is dat ik van een balkon viel. Waarvan het je shortcut was en daardoor moest ik een heel stuk overnieuw doen. Nee. Dat ik dacht van, ha lol, ik ga je tegen de muur aanduwen. Wacht, nou, nu ben je de 5 plaats achter. Vorige keer was ik ook eerste, dus dit loopt best goed. Oké. Okay. Welke nu? Ik weet niet meer. Serieus, welke nu? Ja, dat weet ik niet. Duizelhuis. Niet. In het Engels klinkt het waarschijnlijk beter. De Dizzy House. Ja. Het klopt ook niet helemaal. Maar Dizzy is gewoon een algemeen werkwoord voor duizelig. Dus dat hoeft niet per se zo te zijn dat het ook echt zo klinkt. Oké, daar gaan we. Oeh. Dank voor de speed boost, Peach. En, oh, zag ik dan nou shortcut die ik gewoon keihard gemist heb? Ja, daarvoor heb je maximum nodig, anders ga ik echt super lang doen. Oké. Maar die had ik niet, dus het ging goed. Het gaat best lekker. Oh shit, ik kon er naar boven. Net niet op tijd. Dat was waarschijnlijk iets sneller geweest.
Oké, ik ben mijn eerste rondje klaar en ik zie dat er vanaf jouw scherm iemand vlak achter me zit. Peach, net als net. Wie ook heb je spiegel. Yo! Ja, kom op! 4 keer! Net wanneer ik mijn marshmallow heb gebruikt, nu mag je niet meer driften! Dus zeg jij dat? Ik werd net 4 keer achter elkaar door iets geschakeld. Naam, schild, nog een schild, bliksem. Ben ik 5e? Tot met dit het eerste was. Vind ik zonde. Oké, we gaan. Even een boost van jou? Nee? Hoi? Niet? Jammer. Oké, ik ben alweer derde. Ben je eerste? Ja. Netjes. Ik mis altijd dat balkonnetje. Heb jij die? Wel? Dat je vanaf het sprongetje op het balkon komt. Dat lukt mij nooit. Ik denk gewoon dat ik niks. Toen ik wel zo. Ach, als ik dat doe, dan vlieg ik weg. Oké, spijkerschild. Nee, joh, Tom Jam. Oh, ik heb speed. Oh ja, grappig, Peach. Jou ook heeft ingeraakt. Ach, misschien kan ik een boost naar krijgen. Oh ja, weet je wat ook nieuw is, volgens mij? Dat als je een bloem krijgt en je gaat onder water, dat het ook dan automatisch schoon wordt. Wat logisch is. Oh, dat is wel inderdaad logisch, maar... Ja, dat is gewoon logisch. Kijk, ik doe niks en dan ga ik helemaal naar beneden. Ojo, rode schild. Ik ging gewoon tegen de muur aan zonder reden. Waar is de dichtbijzijnse speler? Ja, niet hier. Oh. Shit, niet naar mij. Is toch naar mij? Volgens mij is het zo dat... Nou, Ben. Laat maar, ik weet niet meer. Oké, nou het kan gebeuren. Geen race toch? De Shy Guys Kristalmijn. Ja. Die weet ik nog. Super irritant. Hij is wel super leuk, maar ik vind hem echt irritant. Op een paar plekjes. Dan word je te makkelijk geraakt door schilden en zo. Oh ja. Volgens mij ga jij snel naar beneden. Misschien klinkt het onloos. Dat omdat je zogenaamd zwaarder bent. Het zou wel leuk zijn als Nintendo zo gedacht heeft, maar... Nee, het heeft wel in alle andere games heeft hij wel zo gedacht. Van Mario Kart. Ja, wel dat je zwaar bent en zo, maar dat gaat dan echt over als je gaat tegen iemand aanvalt of zo. Zeg maar, als je dan tegen iemand zo beukt. Daarvoor zou het zwaargewicht daar moeten zijn. Dat is niet bedacht om van een waterveldje dan sneller gaat. Denk ik tenminste. Ik klet nu even op jou. Ik ging wel sneller dan jou naar beneden. Of het komt omdat ik een andere vlieger heb. Vlieger? Je bent wel een vlieger. Ja, ik weet het wel, maar wat heeft dat nou weer mee te maken? Nee, oh shit. Eigenlijk was het veel eigenlijk. Anders was het echt helemaal niet nodig. Ja, oké. Boom! Ik flip altijd hier. Altijd bij het spawn, bij die bocht. Ik weet niet waarom. Het is super logisch, maar altijd val ik daar. Echt altijd hier krijg ik de power. Ja, dat zag ik. Dat kom ik ook nog van de vorige keer. Zomaar stopt hij even met gas geven. Dat kan gebeuren. En dan gaan we. Okay. Dit is pas de tweede, toch? Ja. Ja, gelukkig. Alhoewel, misschien niet gelukkig, ik ben de eerste, maar... Alsnog. Ik zou het nog leuk vinden om hier nog even een rondje van te doen. Voor de eerste keer dat ik er niet gevallen ben. Heerlijk. Maar ja, ik heb het ook maar 6 keer gedaan. Ding, ding.
Deze keer dat ik daar geen bouw-up tegen me krijg. Netjes. Alles verandert. Als je mij gelooft. Als je niet dat zeggen. Dat is echt de grootste onzin die je kan verzinnen. Alles verandert als je het wil. Of als je erin gelooft dat het kan. Het is net zoals iemand zegt, wat je ook wilt, als je ervoor gaat, dan krijg je het. Dat denk ik niet. Nee. Ik vraag al 100.000 keer om nieuw TV. Wat krijg ik niet? Nou, we krijgen het wel misschien bij het WK. Want er komen natuurlijk van de WK-aanbiedingen. En aandachtsman dacht weer van, oh wacht, het is eigenlijk best wel slim. Dat je het weer te doen. Goed zo, Ben, goed zo. Ja, goed zo. Ah, oh, dit was het. Hier. Eigenlijk, we doen het niet zo lang over. Oké, nou, wacht, even snel stoppen dan, want dan wordt gebeld. Ja. Snel. Ja. Doe. Ja, moet jij dus... Oké. Even de einduitslag en dan gaan we lekker... We worden weer gebeld. Ja. Waarom kijken we eigenlijk de uitslag? Ik ga even mijn gamepad overnemen. Kost toch tijd om te laden. Dat is snel. Kijk uit die plant. Je weet hoe zwaar dat ding is. Nee. Oh. Nou, we kijken snel helemaal van de hele plant. Ja, het is zo'n gigantische plant die je in het oerwoud ziet. Die zit in onze kamer. En die flikkert elke dag. Of elke dag zo overdreven, gewoon heel vaak. Ik heb een ster. Wat leuk. Is dat een sterretje naast mijn naam? Oh, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Dat betekent dat ik een keer derde ben geweest. Maar ja, mensen bedankt voor het kijken naar deze part van Let's Play Mario Kart 8. Doei!